Deze hele week komen dus weer vakantievlogs online. Dus zeker weten even abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook even op het belletje. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe vlogs. Want iedere ochtend om 6 uur, ja, dat is warm, schatje, staat er weer een nieuwe vlog online. Maar ja, heb je nou geplast? Is hier één grote rotzooi. Nou, Luan die klopt de kussens op. GFNF vrij, 22 september. En ik weet zeker dat ze het niet kunnen halen. Ik ben weer thuis bij mijn kant. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is zomervakantie. En wij zijn gewoon lekker thuis. Maar, vandaag is onze grote impactdag. Wij gaan namelijk morgen op vakantie. Gaan we echt iets super, super gaafs doen. Waar ik nog misschien deze vlog een paar tips over ga geven. Maar vandaag is onze grote impactdag. En ik heb altijd een beetje last van vakantiestress. Ik weet niet of moeders onderling dat wel kennen. Maar vooral sinds ik moeder ben en met kinderen reis, zeg maar. En als we wat verder gaan, dan heb ik er altijd een beetje last van. Zo ook vandaag. Maar we moeten nog ontzettend veel doen. Dus ik ga straks even het huis opruimen. En we moeten alle kleren pakken, de koffers inpakken. En ondertussen staat hier een lekker puppeke. Hallo, goedemorgen Luxie. En Luan en Lucilla die zitten daar. Goedemorgen jongens. En een yoghurtje. En papa die brengt mijn yoghurtje. Goedemorgen. Goedemorgen. Yoghurtje. Ja, yoghurtje. Lekker. Zullen ook een hapje? Goedemorgen Lucilla. Die heeft een mooie glitter outfit weer aan. Die ze gisteren van Luan heeft gekregen tijdens het shoppen. Wat? En Luan die zit lekker in zijn thuisbakken, jongen. Oké, dit is een lekker rentebol. En natuurlijk snap ik heel goed dat mijn liefste altijd wat zenuwen heeft voordat we op vakantie gaan. Maar ja, dat hoort erbij. Boven zegt ze al, het is nog één rommeltje. We hebben net een gekleurde was gedraaid. Nu nog weer even de donkere was. Maar ik zeg wel, vandaag gewoon even relax in onze thuispakken. De was doen, het huis opruimen, de koffertjes inpakken. En vanavond gaan we om 7 uur naar bed. Want vannacht moeten we om 2 uur eruit. Maar waarom? Nou, hier is dus de was. Horen jullie later. Deze is gedraaid al. En dan gaan we nu nog even de witte draaien. Kleine wasjes, grote wasjes. Stop ze in de wasmachine. Laat ze lekker draaien. Nou, en wat ik ook altijd even doe voordat we op vakantie gaan, is het bed verschonen. Dus de vies eraf. En straks een schone erom. En de witte was. Lekker draaien maar. De was is weer leeg. Ik heb hier het stapeltje van Luan. Het stapeltje van Lucilla. Het stapeltje van Luxie. En het kleine stapeltje van mama. En dan kan de donkere was aan de lijn. Zo, nou de donkere was. Die hangt ook aan de lijn. Nog eventjes wachten. En dan kan de witte was erbij. En nog even het schone bed opmaken. Zo, nou de kids hebben echt even al zo'n relax momentje bij de tv. We noemen het vandaag ook misschien wel een beetje pyjama dag, thuispakken dag. Mama doet daar even een siesta, want die is gisteren volgens mij iets te druk geweest. En de vliegzenuw, hè. Afwasje is gedaan. Maar Luxie, wat ben jij aan het doen? Oh, ben jij aan het koken? Oh, wat heb jij gedaan? Luxie is heel zoet aan het spelen. Oh, je wil je autootje hebben. Oh, je stilpannetje. Ja. Oh, ze heeft de afwas gedaan. Heb je de afwas al gedaan? Wat goed zeg. Oh, en heb je een roos geplukt voor papa? Ah, dankjewel. Geef ik weer een roos aan jou. Alsjeblieft. Nou, het is hier echt nog lekker weer. We zitten nu Pappertje te kijken. En mama ligt hier al even op bed. Want ze heeft een beetje hoofdpijn. Het Luxie. Maar ja... En we gaan bijna naar het vliegveld om te gaan vliegen naar de vakantie. Maar ik zou al wel 2 tipjes geven. Oké, het is 1,5 uur vliegen en het is bij de zee. Dus dan kunnen jullie het misschien raden. Ja, Luxie, heb jij er ook zin in? Oh, is een beetje nat. Heb je nou geplast? Die is een beetje nat. Ik maak het even droog. Maar het is bijna zover. En nu gaan we even kijken naar boven.
wat papa aan het doen is. Ik denk dat hij te was aan het doen is. Nee. En misschien iets te regelen van de vakantie. Dus ik ga even bij hem kijken. Maar het ruikt hier wel heel erg lekker. Oh, kijk, kijk. Hier is de wasman. Hier is de wasman. Ik heb bijna alles eraan, Johan. De donkere was en de witte was. En ik moet nog even het nieuwe grote bed opmaken. Kijk, daar hangt het laken van het andere bed. Maar dan is alles lekker schoon als we weer terugkomen, hè? Ja. En ja, het is hier één grote rotzooi. Let maar niet op de troep, hoor. Kijk. Even kijken, hoor. Zo. Hier. Dat valt wel een beetje. Nou, kijk dan. Overal knuffels en boeken en speelgoed van mij. Ja, dat ga ik zeker doen. Nou, Luan komt gelukkig even helpen met het grote bed verversen. Ja. Hey, Lu, we beginnen altijd met de kussens. Ja, ik begrijp het. Kijk, ik heb hier volgens mij alles liggen. Hier zit helemaal schoon. Eerst een witte sloop. En dan nog weer voor de andere een witte sloop. En voor die andere nog een witte sloop. Nou, Luan die klopt de kussens op. Vind je het makkelijk? Heel klein beetje. Parachute. Ja. En dan hebben we een lekker schoon familiebed. Dan hebben we een lekker schoon familiebed. En ja, de kussens zijn klaar. Gelukkig. Nog zo'n beetje aantrekken. En kijk, aan deze hoek nog. Zo. Mooie deken. Die zit weer high five. Teamwork. Ja. Oh, even een echt een... Even een real life momentje, jongens. Ik heb, zal ik deze even in de gullebak gooien? Ja, die kunnen we wel meenemen. Ja, doe maar. Ja? Ik heb echt ontzettend last van migraine. En dat heb ik eigenlijk al vanaf kinds af aan. Als er dan iets spannends gaat gebeuren, of er gaat iets gebeuren waarvan ik niet weet hoe het allemaal gaat verlopen, zeg maar, dan krijg ik dat gewoon een soort van automatisch. En helemaal nu ik moeder ben geworden en 3 kinderen heb. En als ze dan op vakantie gaan waarvan ik niet... precies maar weet hoe het wel gaat. Hoe lang heb je nou een bril dan? Bril? Ja, een bril. Hoe lang? Hoe kom je er daar nou wel op? Ja. Omdat ik zei dat ik pijn in mijn ogen had als ik kijk. Oh. Nee. Ik had nu al uitgelegd een beetje wat migraine is. Dan heb je heel erg pijn in je ogen als je licht ziet. Dat komt doordat je een hoofdpijn hebt. Zo heet dat, hè. Dat is lastig. Migraine? Ja, zo heet die soort hoofdpijn die ik heb, zeg maar. Maar goed, helemaal nu ik dus moeder ben, zeg maar. En... als ze dus op vakantie gaan, wat overigens echt de meest gave reis gaat worden die we met ons gezin tot nu toe hebben gemaakt. Want het wordt echt super leuk. Je gaat waarschijnlijk echt heel erg meegenieten met onze vakantie. Want het wordt echt een reis die we nog nooit hebben gemaakt. Maar daarentegen heb ik dus wel altijd een beetje last van vakantiestress en dus van migraine. Ontzettende migraine. Met het gevolg dat ik eigenlijk bijna niks kan doen als ik ga staan, voel ik dus de hoofdpijn. Het licht van buiten voel ik dus ook de hoofdpijn. Het gegil en geschreeuw van de kinderen voel ik dus ook de hoofdpijn. Oh jongens, wat doen we nou? Ja, we houden de koffer wel heel, jongens. Dan moeten we mee in het vliegtuig. Ja. Nou, ik was dus de koffers aan het inpakken, uitpakken. Al wat erin zat eruit pakken en weer nieuw erin en doen. Doe maar niet. Doe, want ik heb liever niet dat je dat doet, liefie. Ik heb liever niet dat je dat doet. Denk je dat als we dat doen? Ja, dat weet ik. Maar jullie zijn nou groot geworden, dus dat past niet meer. Ja, ja. Luxie even een slaap wandelen. Maar ik was dus bezig met de koffers en het inpakken. En het hele huis is nog één grote zooi. Moet nog overal opgeruimd worden. Nog stofzogen worden. De wc's en de badkamer moeten nog schoongemaakt worden. Hallo. Hallo papa. Luxie die wordt een beetje moe. Dus papa die gaat even Luxie in slaap wandelen als hij de hond uitlaat. Kom hier weer mama. Of wil je ook in de koffer? Ga maar in de koffer dan. Jij past er nog wel in. Ga maar in de koffer dan Luxie. Hm?
Luxie, ja, Luxie wil ook in de koffer. Dus ik ga Luxie slapen onder de luwam. Ja. Dan moet ik even boodschappen doen van bij de kruidvat. Ga lens ophalen. Mijn lens ophalen, ga papa doen. Het postkantoor doen. En zonnebrand, factor 50. Zeker factor voor de kinderen, 50. Niet vergeten. Want waar we heen gaan, zit waarschijnlijk wel lekker weer. Ja, en ik heb natuurlijk veel gebeld. Want ik jullie al gisteren ook zei dat we achter de schermen met veel dingen bezig zijn. Ik mag dat niet veel verklappen, maar één data willen wij al vragen of je die vrij houdt. Zondag 22 september. Oeh. Houd die datum even in je agenda. Geen agenda vrij. 22 september. Heel speciaals komen. Ik mag er niet veel van verklappen. We zijn nog helemaal aan het uitwerken. Wat? Ja. Maar zondag 22 augustus, hou het even vrij. Oké. Okay. Info volzoen. Info volzoen. Nou, dus ik ga Luxie slaapwandelen. Ja. Met de honden. En dan doe ik en mama die gaat nog een poging doen alles in te pakken. Kijk, mijn trui. Ja, jouw hoodie. Mijn hoodie. Ja. Dat heb je volgens mij nog niet laten zien, maar dit is een kinderhoodie, is dat? Die kun je ook hieronder bestellen. Mooie trui van mij, een mooie trui van mij. Ja, Lucilla heeft hem ook. Lucilla heeft hem ook. Mijn kijk. Mooie trui. Ja, wil je die ook meenemen op vakantie? Ja! Je dat? Ja, laat Lucie mij even hier. Ik denk dat Lucie wel even hier aan het spelen is. Ben je niet moe? Ben je niet moe, Lucie? Lucie is niet moe. Want we gaan vanavond met z'n allen heel vroeg naar bed toe. Ja, we vertrekken vannacht. Om 2 uur gaat de wekker. Om 2 uur gaat de wekker, dus we moeten echt op tijd naar bed. Ik moet echt op tijd alles schoon hebben en ingepakt hebben, denk ik dan weer in mijn hoofd. Ja. Maar goed, want we gaan, s'nachts gaan we naar het vliegveld toe. Het vliegveld. Niet te veel. En Luan heeft al een tipje van de sluier toegelicht. Want Luan heeft al verteld dat het anderhalf twee uur... Twee kleine tipjes. Anderhalf uur vliegen is. Ja. Maar goed, en dat het ergens bij de zee En dat het ergens bij de zee gaan, is. En ik weet zeker dat ze het niet kunnen raden. Portugal. Maar ik weet het. Maar jullie mogen wel vast raden onder de community je mag, post. Ja, je mag raden op social media. Kan niet onder deze video helaas. Maar wel onder de community post of op Instagram. Mag je lekker raden waar wij naartoe gaan, jongens. Het wordt een echt ontzettend bijzondere reis. Dat weten zeg, we wel zeker. Ik ga de boodschapjes doen. Maar pap, we kunnen het wel alleen hoor. Want ik ben toch een soort oppas om mee te helpen. Oké, dan ga ik naar de boodschap. Ja, dat is goed. En als ik terug ben, kan ik de koffers in de auto zetten. Dat weet ik niet meer gaan redden, papa. Dat is wel heel optimistisch. Teamwork makes dreams. We zijn toch een heel groot familie, dus we kunnen het allemaal redden. En Daan, mijn epileertangetje niet vergeten. Oké, ik kan al dagen niet meer epileren. Mam, nog een platte kant. Met de platte kant. Ja, platte kant. Ik kan mijn dagen niet epileren omdat ik mijn epileertangetje kwijt ben. Dus ik heb echt boomstronken boven mijn oog. Ja, dat moet natuurlijk weg. Ja, dat zit heel, dat is heel vervelend zo. Dus epileertangetje. Nou ja, too much info. Ik ga eventjes snel hier alles een beetje ordenen. En hopelijk kan ik jullie zo een picobello ingepakte koffer laten zien. Wat gaan we doen? Ik neem het poststuk mee. Je ziet mij zo verschijnen. Dankjewel hoor. Tot zo. Daar. Ik ben dus even helemaal naar het andere winkelcentrum gereden. Want Farah heeft natuurlijk voor haar vakantie ook weer haar lenzen nodig. Dus toen zei ze, ja, die liggen in Zwolle-Zuid. Maar toen dacht ik, ja, zit hier ook een postkantoor. En voordat ik natuurlijk met die doos ga lopen zeulen, bel ik altijd liever eerst even, dat ik zeker weet dat die daar is. En nu eerst maar eventjes langs de Specsavers. Nee, ik kan beter eerst even die doos kwijtraken. Eerst even die doos bij het postkantoor zien kwijtraken. Dan naar de Specsavers voor Farah's lenzen. En langs de kruidvat voor kinderzonnecrème en een pinset. Nou, gered. Op de post. Kruidvat gevonden. En hier tegenover mij de Specsavers. Waar ik Farah's lenzen even op haal. En met Farah's lenzen nu nog even de zonnebrand en een pinset. Waar liggen de pinsets? Ik heb geen idee. Bij de pleisters misschien? Even zoeken. Ik heb mij eventjes gevraagd. Kijk. De 50 plus kinderzonnespray. En nog eventjes een epileer tang, hoe noem je dat? Pincetje. Die moet hier volgens mij ergens liggen. Ah, gevonden. Dan moet ik niet met een puntje, zei ze, maar met een plat bekje. Dan neem ik deze twee mee. Oké, geslaagd. Ja, voordat ik natuurlijk naar Schiphol kan rijden vandaag, moet ik de auto nog wel even tanken, want die is leeg. Dus ik gooi er even een druppeltje in. En ik ben weer thuis bij mijn kroost. Hey Luan, Stella. Hoi. Lekker vlogjes aan het kijken. Ja. Nou, super. Papa heeft de boodschapjes gehaald. Mama heeft de koffers met Luxie bijna ingepakt. En ze zei, wil jij even kijken of we wat gaan eten? Nou, ik heb wat eten gevonden. Ik ga lekkere aardappeltjes schillen.
Met doppeltjes, worteltjes en lekkere kip saté. Ik wou deze aardappeltjes gaan schillen, maar als ze zo vergroeid zijn, maar is dat dan niet verstandig, hè? Kijk eens, ik heb nog pennen. Doe ik er pennen bij voor de kinderen? Ja. Nou, gelukt. Pennen, doppeltjes en satéetjes. Nou, ik heb even op bed gelegen met Luxie. Ik heb echt, jongens, ontzettende hoofdpijn. Dus ik hoop dat ik me zo meteen even iets beter voel. Dat ik toch nog even iets verder kan inpakken. Tja, je doet er niks aan. Maar goed, gelukkig heeft papa wel even lekker eten gekookt. Kijk, die staat er in de keuken. Nou, papa heeft nog even een lekker pakje gemaakt van wat we nog in huis hadden. Voor zover we nog wat hadden. Oh, nog een satéetje erbij. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens? Ja. Ja, dan gaan we zo lekker naar bed toe en op tijd slapen. Want midden in de nacht gaan mama en papa jullie wakker maken. Omdat we dan op vakantie gaan. Ja, en mam. Ja? Ik wil iets vragen. Vraag maar. Hoe gaat dat eigenlijk? Wat bedoel je? Hoe we naar het vliegtuig. Dus kijk. Dus eerst heb je toch al die winkeltjes. En eerst moet je heel lang wachten tot de vliegtuig er weer is. Dat klopt. En is dat dan midden in de nacht? Dat is dan. Dan is het een beetje al in de ochtend. Heel vroeg in de ochtend. Voor Luxie wordt het ook een hele bijzondere reis. Voor ons allemaal wordt het een heel bijzondere reis. Dit is de eerste keer toch voor Luxie of nee? Nee. Nee, Luxie heeft wel een keertje gevlogen. Ja, want ze had een vliegdiploma. Een vliegbrevet heeft ze al een keertje gehaald, dat klopt. Maar morgen gaan jullie zien waar we heen vliegen. We kunnen daar nu nog niet heel veel over vertellen. Omdat we het een beetje al als een verrassing willen houden voor jullie. Maar als we morgen daarheen zijn gevlogen. Ja. Dan zijn we er nog niet. En dat is de laatste tip die ik nu ga geven. Voordat we deze vlog gaan afsluiten. Dus de laatste tip is. Het is wel 1,5 uur vliegen. Maar als we er zijn. Dan zijn we er nog niet. Nee. Nee. Wij gaan nu wel lekker deze video afsluiten. Want ik moet nog echt alles in gaan pakken. Deze vlog nog gaan editen. De kinderen op bed leggen. En vannacht gaan we. Dus jullie gaan het allemaal meebeleven. Deze hele week komen dus weer vakantievlogs online. Dus zeker weten even abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook even op het belletje. Zo blijf je op de hoogte van de nieuwe vlogs. Want iedere ochtend om 6 uur. Ja, dat is warm, schatje. Staat er weer een nieuwe vlog online. Zo, wij gaan lekker eten. En vroeg in ons mandje. En vannacht met jullie op vakantie. Doe je onder de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik ook even op het belletje. En dan zie je morgen weer in een nieuwe vlog. En waar we zijn. Waar gaan we? Dan zie je morgen. Niet. Tot morgen. Tot morgen. Doeg. Voeg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.